Hallo iedereen, super tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video en welkom bij weer een nieuwe video van Escapen met Stan. Heel erg tof dat jullie allemaal zulke super vette reacties achterlaten in de video's. Eventjes een dikke shout-out naar een aantal kijkers die een toffe reactie hebben achtergelaten op de vorige video's. En zoals je ziet is er deze aflevering een keer iets anders. Ik film nu met facecam. Hallo jongens. ja, super gaaf. Jullie zien er nu ook deze super toffe pet. En dit mega awesome t-shirt. Wil je nu zelf ook onze eigen kleding kopen? Kijk dan eventjes hier beneden in de beschrijving. Want daar staat het linkje naar onze webshop. En daar kun je hele toffe kleren kopen. Dat weet ik zeker. Hier beneden kun je ook een reactie achterlaten. Duimpje omhoog achterlaten. Je kunt hier beneden abonneren. En we gaan ontsnappen. Dat gaan we doen. We zijn vandaag in de Escapist. Het is een map voor 1.5. Ik speel een 1.6. Want een 1.5 krijgt een spelcrash. Dus ik hoop dat het werkt. Er zit een hele toffe resource pack bij. En ja, we gaan gewoon beginnen. Ik zie hier al rules en info. Rules, play in survival speel ik. Peaceful, yeah. Muziek ga ik naar beneden zetten. Verder, mag alleen maar dingen plaatsen op Circlestone Breaks. Klei mag ik kapot slaan. En escape, oké. Okay. Info, wat gaan we doen? Oké, ik ben ervoor veroordeeld dat ik Abraham Lincoln heb vermoord. Maar dat was het niet. Zoals Wilco zou zeggen. Dus we gaan gewoon beginnen. Klei mag ik kapot slaan. Ah, en golden ingots zijn dus inderdaad punten. En ik mag dus inderdaad alles hier mag ik dingen opzetten. Dus ja, wordt leuk. Break glass to begin. Nou, daar gaan we. Hups. Oké, we zijn weer beland in een cel voor de zoveelste keer. We belanden altijd in cellen. Ah, ik zie hier alweer klei. Kunnen we kapot slaan. En ik heb een iron axe. En gold. Hier gold. Ah, chill. Trekken we gewoon even aan natuurlijk, hè. Altijd beter. Dit heb ik niet nodig, denk ik. Maar goed. Wat is dit? Oh, furnace en cobblestone. Ah, daar kunnen we natuurlijk een lever van maken. En dan zijn we ontsnapt. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Nee, dit zal waarschijnlijk niet de enige zijn. Prisoner A137 has escaped. Oké. Freedom! Ik hoor hierachter, hoor ik al, dat er een blokje zit. Dus nee, ik denk niet dat dit echt freedom zal zijn. Dus we gaan gewoon doorlopen. It looks like this place is abandoned. Oh, dus verlaten. Hoe lang heb ik hierin gezeten, joh? Dat vraag ik mezelf ook af. We kunnen hier in ieder geval naar binnen. Ah, hier hebben we weer gold ingots. Torch nemen voor de zekerheid maar mee. Lever is op zich wel handig, denk ik. Celblok A17 van Warden. Ah, weer gold ingots. Ah, en een splash potion of healing. Altijd handig. Ik denk dat deze hebben we niet nodig, denk ik. Oh. Key required. Ik denk dat we hem daarvoor nodig hebben. Ja, daar gaat iets open. Ah, hier. Oké. Oh, zou dit de bewaker zijn? Komt hij me pakken? Die zonnebril. Wat de heck gebeurt hier allemaal? Ja zeker. Ah, ik zie wel een chest. Oh my god. Het is echt heel irritant dat geluid en dan gaat flikker. Gauw dicht doen. Wat is dit? De workyards. Wat hebben we nog meer? CCTV room. TV-kamer. Oh. Hier is een furnace. Het is in ieder geval heel. Oh, dat zijn allemaal furnaces. Oké. Kunnen we erheen springen? Nee. Oh, ik word echt helemaal gek van die pistons, joh. Wat een ontzettend irritant geluid. We gaan hier maar eventjes naartoe. Wat hebben we hier? Een deurtje. En ik zie een kist. En ik zie gold ingots en heel veel meloenen. Die nemen we gewoon mee. En die glistering melon ook. Hier is verder niks raars. Dan gaan we hier maar de trap omhoog. Ik hoor die pistons gewoon nog steeds op de achtergrond. You can now break coal ore. Ah, kijk, tof. Iron sword, pickaxe, splash potion of harming. Oké, wie moeten we pijn gaan doen? Want ik moest hem op peaceful zetten, dus. Ah, en wacht, nu kan ik coal ore breken. Dus nu kan ik natuurlijk hier. Ah, misschien zit hier een weg naar beneden om te escapen. Kunnen we door de grond escapen, guys? Mogen we escapen? Ik hoop het. Oh, wel in ieder geval een kistje met gold ingots. Die neem ik graag mee voor de extra punten. Hey, nog eentje. Dan moet die hier erin zitten. Maar dat is niet.
Dan ga ik toch even kijken of dat ik hier terug nog iets kan doen. Nee, ik kan hier ook naar boven. Zit hier iets? Kan ik hier naar binnen? Nee, nee, nee. Ik zie daar in ieder geval al een cel met een... Oh, ik viel er bijna vanaf. Met een lever. Dus hier kunnen we... Ah, je kunt naar beneden. Looks like you'll need to find a code. Dan ga ik eerst even kijken naar een code. Misschien dat die hierboven is. Ah, er is in ieder geval een kamer waar ik een deur van kan openmaken. Well, that's a nice view. Allemaal deurt. Hey, dat is wel dan wel lekker. Wow, we hebben al 30 golden ingots. We hebben al 30 punten binnengehakt. Dat is echt nice. Ik ga... Gaan we verder zoeken naar een code of gaan we gewoon proberen de code te kraken? Ik zeg het tweede. We gaan gewoon proberen hier de code te kraken. Als we nu eerst eens alles naar boven doen. En dan alles 1 voor 1 naar beneden. Als ik dan nu deze naar beneden doe. Deze. Nee. Dan doe ik deze naar beneden. Oh, die hadden we al samen gedaan. Deze. Hey, kijk, je hebt vaak een code, heb je sneller gekraakt dan dat je helemaal gaat zoeken. Oh joh, ik hoorde... Hallo! To the cell blocks. How do I get over here? Ja. Yeah. Hier is een... Dit is echt creepy. Ik hoor ze allemaal... Hallo! Hier heb je een varken. Security breach, activating emergency demand. Ja maar, oh, kom maar. Niks aan het handje. Oh, hier kun je nog gewoon, hier kun je natuurlijk gewoon spam klikken. Bij de, oh, jongens rustig. Ze gaan ook echt allemaal daar naar achter toe. Oh, jongens, rustig. Maar is dit... Zijn dat kleiblokken die daar links of niet? Want die mag ik natuurlijk kapot breken. Hoeveel van die zombies zitten erin? Ah, kijk, hier is in ieder geval een lever uitgekomen nu. Nou goed, we gaan in ieder geval gewoon verder. Ik heb een lever gekregen, die kan ik gewoon hierop plaatsen. Komt die naar me achterna? Ja. Weg. Die lever plaatsen we hier maar gewoon op. En dan kunnen we denk ik verder... Hey, kisten met golden ingots. Dat zie ik kraak. Bricks hoef ik niet. Dit weet ik niet of ik... Ah, wacht. Hier kunnen we natuurlijk wel... Oh, nee. Niks. Bread. Golden sword. Neem hem voor zeker mee. Verder kan ik hier nu niets. You are allowed to place block... To place on... So do you. You are allowed to place blocks on redstone blocks now. Oké, okay, zitten hier blokken in? Nee, hè? Nee. Oké. Okay. Hier mag ik blokken op plaatsen. En dan kan ik er overheen. Maar... Ik heb natuurlijk geen blokken. Hoe ga ik aan blokken komen? Oh, had ik nu echt die bricks in die vorige kamers mee moeten nemen? Ik denk het wel, hè? Ja, maar ik heb hier ook geen... Of kan je met... Nee, dat kan ook niet. Ja, kak. Ik denk dat ik helemaal in het begin... die bloks mee heb moeten nemen. Het is een beetje jammer. Als dat echt zo zou zijn. Ah, hier. Die had ik nog niet eens gezien. Dan heb ik nou geluk dat ik terugloop. Dan kan ik die nog meenemen. Nee, maar hier kun je ook geen bloks meer krijgen. Ik kan ook niet meer terug nu, dus... Ik moet op de een of andere manier hier toch bloks zien te kunnen krijgen. Oh, jongens, rustig. Rustig aan, mannen. Weg. Wow, ik hoor in één keer gekke muziek. Is dat Minecraft muziek? Nee, toch? Ja, ik vind dit raar. Ik heb bloks nodig natuurlijk. You are allowed to... Nou, hier zitten... Ja, ik weet ook niet of dit... Die
blokken die hier zitten. Is dit klei? Ja, dit is klei. Maar de vraag is, kunnen we daar iets mee? Oh, ik dacht dat het klei was. Dit is klei. Hier kunnen we ook niks. Oh, dat was ook een klei. Ik sla hier alles maar kapot, joh. Ik word echt helemaal gek van die stemmetjes elke keer. Helemaal knettergek worden van. Ik ga even eten inmiddels. Wacht eens even. Aha. Ja, maar hier heb ik klei en kool. Maar wat kan ik dan mee? Kun je klei... Wacht. Je kunt... Klei kun je dat niet omsmelten naar bricks en dan wordt het dan geen brick. En kan ik van 4 bricks 1 stone brick maken of zo? Of zo'n blok? Ik ben geen Minecraft held toch? Dat weten jullie. Ik hoop het. Ja! Oh my god! We hebben het systeem gekraakt. Kijk! Nu komen we ergens. Gaan we linksom? Nee. Ah kak, ik ben vergeten te slapen. Ik ben vergeten... Ah nee, we komen toch hieruit. Dus we werken wel al met spawn points. Nice! Oké, dus dan moeten we... rechts. Oké, dan rechtdoor. Denk ik. Ik word echt helemaal gek van die stemmetjes elke keer. Oh nee, parkour. Huh. Oh, ik ging hier al bijna op mijn... Huh? Wat gebeurt er daar? Huh. Oh, maar wacht. Ik heb mijn... wacht even hoor. Mijn controls. Heb je hier nog zo'n sprint? Nee, dat had je hier natuurlijk nog niet. Oh my god, dat is irritant. Dan moet je nog 2 keer W klikken. Om te kunnen sprinten. Huh. Dit gaat hem niet worden. Oh. Nee, wat doe ik nu? Dat was heel stom. Respawn. Ja, maar waarom... Wacht hoor, ik ga heel eventjes... Eventjes zo. Ik wil hem wel legit halen, maar dan wil ik wel... Zo. Oh, kijk, dat bedoel ik dus. Dat zijn dus van die jumps. Huh. Huh? Huh? Hoezo viel ik daar vanaf? Zo. Oh, zie je? Jullie zien het daar, guys. Ik heb hem nu gewoon legit gehaald. Die niet. Oké. Dan zet ik mezelf wel wat eventjes terug. Ho. Zo. Welcome to freedom. Oh, was dit het ook echt? Seems legit. Ja, precies. Seems legit. Home sweet home. Alright, we hebben hem gehaald, guys. Alleen... De jump up was een klein beetje moeilijk. Maar die heb ik nog best wel redelijk goed gedaan, vind ik zelf. Ja. Thanks for playing the map. Part 2 is coming soon. Nou, ik ga jullie vast even spoilen. Part 2 is er al. En die ga ik hierna spelen. Dus, vond je deze video leuk? Laat dan eventjes een duimpje hier beneden achter. Laat ook even weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie volgende keer waarschijnlijk bij deel 2 van deze map. Tot ziens, ciao!